De Centrale Bank van Suriname heeft een eerste zending US dollars ontvangen van de Federal Reserve Bank, Fed. Fed is de centrale bank van de Verenigde Staten die deze maand een aanvang heeft gemaakt met het verlenen van valutadiensten aan de CBVS. Met deze historische stap behoort Suriname tot een zeer selecte groep van landen die voldoen aan de strenge voorwaarden van de Fed. Zoals bekend heeft de onrechtmatige inbeslagname van 9,5 miljoen aan eurobiljetten op 13 april 2018 door de Nederlandse justitie een zeer negatieve invloed gehad op de economie van Suriname. Het drastisch teruglopen van de beschikbaarheid van contante US dollars was één hiervan. Door de inbeslagname van bedoelde geldzending vonden sindsdien namelijk geen geldzendingen naar en van het buitenland plaats. Dus ook geen invoer van US dollar bankbiljetten. De thans van de Fed ontvangen cash US dollars zullen ingaande de komende week onder bepaalde voorwaarden beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de samenleving. Dit ter garandering van een vlot en efficiënt verloop van het buitenlandse betalingsverkeer en ter veiligstelling van de import van goederen.